Hey, what's up, fellow collectors, YouTubers? I'm back with another review of Hot Toys, of a Hot Toys figure. This the T2, the T800 of Judgment Day, Terminator 2, Arnold Schwarzenegger. Okay, the box. Daar wil ik mee beginnen. Het is een mooie gladde box. Ja, het heeft een soort metallic-achtige silver color. Als ik het goed heb, zijn eigenlijk alle boxen zo van de Terminator 2 Judgment Day series. En allemaal eigenlijk met begin met de hoofd close-up. Dit is dan van Arnie. Je hebt ook de T-1000. Sarah Connor. En volgens mij de Sarah Connor T-1000 version. Komen allemaal ongeveer in dezelfde box. Aan de achterkant zie je een klein verhaaltje over Skynet en de Cyborg, Army, bladibla. Ziet hier de arm van de T-800, de skeleton arm. Die krijg je in principe ook bij als accessoire. En ik wil eigenlijk meteen naar de figure toe gaan. Dat was de doos. Here's the figure itself, Arnie. Nou, ik persoonlijk vind ik dit een van de beste head sculpts. Het is gemaakt door Julie. En ja, hij lijkt gewoon echt op Arnie. Zelfs de body. Ze moesten hier zelfs een aparte body voor maken. Ik maak even quick een 360. Ja, met mijn andere lens kan ik echt de goede details eruit halen. Van zijn jas tot aan zijn head sculpt en zijn boots. En alles wat hij erbij krijgt. Zoals je ziet komt hij nogal met een aardig wat accessoires. Allereerst zijn shotgun. Nou, met deze ga ik hem denk ik ook posen. Hij heeft ook hier een pistool. Dit is wel een mooi feature of een mooi accessoire dat ze erbij hebben gevoegd. De T-800 skeleton arm. Heel vet. De bloodstains zitten erbij. Is heel vet. Dit is de doos. Het is ook wel grappig wat ze dat erbij hebben, gevoegd. De doos, hier zit eigenlijk zijn shotgun in. Zelfs de roos hebben ze er al bij gedaan. Dit zijn de packs, waar eventueel als ze af zouden gaan breken, heb je ze de reserve. Maar ja, je weet wel in de film. Als hij in de winkelcentrum komt, heeft hij deze doos bij zich. En dan begint het hele oorlog gebeuren. En niet vergeten. Zijn glasses. Net als bij Blade. Maar bij Arnie, als je zijn bril niet op hebt, dan lijkt hij nog op Arnie. Bij Wesley was dat ja, van verschillende soorten angles. Dan lijkt hij erop en dan weer niet. Maar bij Arnie is het echt gewoon spot on. Echt mijn complimenten naar Julie toe. Okay, ik heb vier posable hands meegeleefd gekregen. Dus ook zijn triggerfinger. En hij heeft nog zijn zwarte shirt. Die je dan ook eventueel nog kan verwisselen. Dus genoeg accessoires om hem aan te kleden als het ware. Ik ga denk ik naar mijn andere lens. Dus dit is part 1. Part 2 is coming up. Stay tuned and watch my next video. Peace.